Hoi, ik ben Nina's vader en Nina heeft mij gevraagd om een voice-over te doen van een video die haar een kerstlook geeft met de make-up. Dat gaan we nu doen, duimpjes omhoog, zeker. Dat wordt een leuke video en dat haar dat zit waarschijnlijk in de weg dan, dus dat moet even aan de kant. Inderdaad, daar is ze. En het eerste ding is een babyskin, daar wordt je huid lekker zacht van. En dat wordt natuurlijk netjes aangebracht, een beetje smeren. Spiegeltje erbij, dat je goed kan zien. Neusje clean en voorhoofd. Ja hoor, ik ben klaar. En dan het volgende product. Wat is dat? Een pipetje. Dat is bruin. Dat zal een base zijn om je make-up goed aan te brengen en het mat te maken. Dat te zien. Even smeren. Neus goed. Met een spotje. Ja. Alles een beetje egaal aanbrengen en smeren. Maar kin, neus. Uitkijken voor je ogen. Kuisjes een beetje weg. Dat is altijd mooi. Daar zien we niks meer van. Je hebt er wel een beetje wit van, zie ik. Maar het gaat goed. Alles egaal. Voilà. Ja, maar het ziet er goed uit. En wat is dat? Een stift. Aha. Onder je ogen. Wat een mooi mat randje. En ja, het is nog blij van kijken. Weer het sponsje erbij. Nou, het wordt opnieuw aangebracht. Dat is laag nummer 2. Verdwijnt mooi in de eerste laag. Dus je ziet er niks meer van. Hoppakee, nek erbij, kinnetje, gaat helemaal goed. Nou, je bent er blij mee dat te zien, helemaal goed. Nummer 3, wat is dat dan? Oeh, dat is een poeder met een kwast. Kwast er maar, hoppakee, voorhoofd. En het grappige is, je ziet niet eens wat je erop smeert, grappig. Het lijkt wel weer wat aan het doen ben en er zit niks op. Maar dat zal wel zijn, dat hoort zo, denk ik. Vind je het goed? En wat is dat voor doos? Make-up. Oh, kleurtjes en hartjes. Welke kleur ga je kiezen? Bruin. Dat is wel een feestelijk kleurtje. Nog een kwast. Kleinere kwast dit keer. Oh, dat wordt op de cheeks gedaan. Leuk hoor. De cheek moet natuurlijk een beetje strak staan. En het sponsje wordt weer gebruikt om het goed te gaan vermengen. Nou. Er komt al een aardig ritme in zo te zien. En dat is het product nummer 5. Dat is een andere kleur. Het lijkt wel een beetje oudroze. Weer een de volgende kwast. Beetje uitschudden. Hoppakee. En aanbrengen maar. En het mooie is, ik zie geen kleurverschil. 5 lagen zonder kleurverschil. En wat is dat? Nog een doosje. Weer kleuren. Een kleine kwastje. Wat is dat allemaal weg? Dat gaat lekker glimmen. Dat ziet er wel netjes uit. Over de andere laag. Op je neus. En het sponsje wordt weer gebruikt om alles egaal te maken. En dan je ogen. Dat is alleen een gezicht geweest. Dus weer die kleine tube om je oog toe te doen. Dat zal een soort basislaag zijn. Dat is netjes aangebracht. Zodat je waarschijnlijk de kleur erop aan kan brengen. Dat is een nieuwe, ja. Bruin in lijn met die andere kleur. Ander kwastje. Beetje ander. Wordt dat smoky of niet? Geen idee. Maar we zullen het gaan zien. De basislaag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Netjes uitsmeren. Uitkijken voor jou. Ja, helemaal goed. En dan een donkere. Een andere kwast natuurlijk. Want je mag dat niet vermengen met elkaar. En de kerstkleur komt eraan. Kijk eens, een mooi randje op je hoofd. Oog, sorry. De contouren van het oog worden vervolgd. En dat gaat netjes op met de vorm van je wenkbrauw. Dat gaat goed, zeg. En dan komt, nou ik ben het al kwijt, volgens mij is het item nummer 9. Weer heel veel kleuren. En nog weer donkerder dan wat je al had. Dus het wordt netjes opgebouwd qua intensiteit. Dus dat ziet er wel goed uit, denk ik. Het wordt langzaam opgebouwd en dan weer een lichter. Hè? Dezelfde doos. Ik weet niet of dat weer is. Worden de kleuren mee vermengd, zo te zien. Dat is wel grappig. We krijgen een schakering in de kleuren. Nou, dat hebben we goed gedaan, Mike. Dat ziet er best leuk uit. En dan, wat gaan we dan doen? Dezelfde doos. Het bovenste gedeelte van je ooglid. Oh.
Eens kijken, wat gaat daar gebeuren? Even uit. Voeten eruit slaan en dan het bovenste gedeelte. Weer de base. Uitkijken voor je ogen. En weer een raam maken met de kwast. Zo. En dat is dat. Je eyeliner. Dat is een koolpotlood, dat weet ik. Onder je oog. Die is wel scherp. Woehoe. Wat zeg je allemaal? Heel zuiver zijn. Heel zuiver werken. Wat gaat hier gebeuren? Ben je zenuwachtig, Nien? Dat is hier wel. Oh, uitkijken. Oh, dat is een lijntje op je ooglid. Ik zie het al. Ik dacht dat het eronder moest. Maar dan doe je het ook erboven. Niet gaan janken, hè? Nou, één oog gedaan. Ander oog nog. Aan de onderkant, ja. Dat luistert nou, zeg. Oh, je doet het rechts. Bij je linkerhoofd. Dat ziet er een beetje ongemakkelijk uit. En aan de onderkant. Ja. Mooi potloodje, zeg. Heel scherp. En het is gelukt. Jee. Wat is dat? Weer een ander item. Oh, dat is voor je wimpers. Mascara, denk ik. Daar worden ze lekker lang van. En lekker vol. Allebei de kanten, onder en bovenkant. Hoppakee. Laat maar gaan die kwast hoor. En dat is wat anders, dat is een kwast voor je wenksbrauwen. Oeh, ik ben echt de tel kwijt. Volgens mij is dat item nummer 15. Dat is weer een ander kleurtje, dat lijkt wel bruin. Oh, dat is voor je lippen. Dat is wel afgestemd met die andere kleuren bruin. Dus dat klopt aardig, het plaatje. Niet te fel, maar wel in lijn met de kleur van je ogen. Ik ben benieuwd wat voor kleur dat is, hoe het heet. Matcht aardig. Ja. Haartjes los, hoppakee. En nu? Dat moet natuurlijk wel een beetje kammen, anders is de look niet compleet. Ja, dat gaat goed. Andere kant. Hoppakee, met de scheiding. Volgens mij ben je er helemaal klaar voor, meid. Het is helemaal goed gelukt. Je hoop gebruikt. En het ziet er goed uit. Duim omhoog. Dat kan ik je vertellen. Prettig kerstfeest.